Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LS Video Warmhoor. Dit is Wim en vandaag gaan we op pad met deze zieke crafter. Gemaakt door Wander. Echt shout-out naar Wander voor de details die hij hierin heeft gestoken. Moet je kijken joh, die zuurstofflessen en zo. Bizar goed, echt heel nice. Ik zie wel dat ze allemaal leeg zijn. Dat is niet zo mooi. Ze staan allemaal op donkerrood. Evac chair, wervelplank. Twee helmen die ook gewoon aansluiten op het roepnummer. Want je hebt meerdere ambulances. Of beter gezegd, daar zitten meerdere skins op met de OOV striping zoals je deze hier ziet. En ook met de BZK striping heet er geloof ik de dunne nog, die je ook wel die je nog van vroeger kent, die op de Tourans en zo zit en op de oudere voertuigen. Zelfs die striping, moet je kijken, dat is gewoon over detail, die reflecterende skin er zeg maar op, hier ook. Hij heeft hier echt heel veel werk in gestoken, dus dikke shout-out naar Wander. En ja, alle deuren kunnen open, die gaat automatisch dicht als ik uitstap. Je kunt er zelfs in stappen als het goed is. Ja, kijk, oh, dat ging niet helemaal lekker. Dat is Wim even, die wil uitsloven dat hij ook op een dakje kan klimmen. Je moet dat geloof ik heel goed doen. Nee, oké, maakt er helemaal niks uit. Er staat in ieder geval een Korpuls monitor. Hier zo. Die wordt gebruikt in Friesland, want het is een ambulance uit Friesland. En voor mijn Friese volgers, Friesland boppen, res in de kroppen. Ja, wist jij weer, doe me maar een potje bier. Die ik bedoel maar. Deurtjes gaan dicht, deurtje gaat weer open. Hier zie je een mobiele phone, een visserpaneeltje, een MDT schermpje en uiteraard interieur van de crafter. Echt shout-out naar Wander. Vandaag dus in de Keilstra 02127. En we zijn lekker veel aan het praten, want ondertussen hebben we een melding van een reanimatie. Misschien wel handig om dat ook wel te vertellen. Alles is dicht, behalve mijn eigen deur. Hoppakee. Ja, en daar gaan we. A1. En dit ding heeft een luchthoren en die zit heel mooi verstopt onder de koplampen. Dat zijn de koplampen. En je ziet hem eigenlijk naast de kentekens zitten, links en rechts. Daar zo. Dus die gaan we vandaag ook zeker gebruiken. Eerste melding was een reanimatie. Meteen de luchthoren ingezet vandaag. En nog een keer. Knipperlicht, oh, een beetje in het gras zoals je ziet hieronder. Boven in de lichtbalk. En als het goed is voor ook zichtbaar. Zoals je even zag. Dit is trouwens de IMS mod en die is recentelijk geüpdate. Dus die deed het bij heel veel mensen niet en bij mij ook niet. En die heb ik ooit eens kunnen installeren. En toen deed hij het. En toen deed hij ineens niet meer. Toen heb ik hem nooit meer aan de paraat gekregen. En ineens zag ik dat hij geüpdate was. Te vinden op GTA 5 mods onder het kopje script. En daar staat ook precies bij wat je allemaal nodig hebt om te installeren. En voor de rest is gewoon track, drop en play, hoe we dat mooi noemen. Dus gewoon erin slepen, loslaten, alles bestanden vervangen die je eventueel zou moeten vervangen. En als het goed is zou die het dan moeten doen. Trouwens, de meldingen die worden uitgesproken door het spel, dat is redelijk irritant. Dat kan ik uitzetten, maar ik zette dat bijvoorbeeld toen straks uit en toen deed hij niet meer. Het script dan. Goedendag meneer. Ik zie het al, reanimatie, we gaan meteen doen wat we moeten doen. Dag mevrouw, ga ze door hoor. Nou trouwens, ik zeg dat wel, normaal gesproken gaan ze dan netjes door. In dit geval neem ik het meteen over. Maar eerst eens kijken, want ik had de mod toen straks al even gedaan. En toen kreeg ik zeg maar... tot iemand nul leven had, maar wel hartslag. Hier weer. Hartslag van 95 met een... ademhalingsfrequentie van 12, met een saturatie van 1,9, met een bloeddruk van 102 of 37, een temperatuur van 36,7. Je zou zeggen dat is perfect, maar het leven staat op 0. Dus we gaan toch maar even CPR doen. Want dat staat er dadelijk ook. Want ik was aan het kijken, ik zeg van ja, meenemen naar het ziekenhuis dan maar. Toen stond er ja, the patient is dead, so start CPR. Kijk eens aan. We hebben leven in de brouwerij.
ademhaling van 12, saturatie 92, het leven is 23. Ik ga altijd uit van percentage, dus dat is niet zo goed. Je wil natuurlijk 100% hebben, daarom gaan wij mevrouw transporteren naar het ziekenhuis onder een A1. Hoe we ook deze kant op zijn gekomen. Urgenties binnen de ambulancezorg is A1 spoed, A2 geen spoed en ook geen toeters en bellen, ook geen vrijstellingen. En B is besteld vervoer. Daarbij hebben we tijdstippen van 15 minuten voor een spoedrit, 30 minuten voor een A2 en een B-rit is geloof ik niet echt bepaald hoe lang dat moet zijn. Zo. We rijden natuurlijk na een melding, dus naar een melding, wat anders dan vanaf een melding. Dat betekent dat we nu een patiënt achterin hebben zitten. Daarbij houden we rekening ermee dat er ook een verpleegkundige achterin aan het werk is, ook al heb ik die vandaag niet bij mij. Maar dat houdt dus wel in dat ik stoeprandjes niet zo hard pak als dat ik normaal zou pakken, bochten niet zo hard zou pakken als ik normaal zou pakken. Maar voor de rest nu lekker soepel door het verkeer gaan, zo min mogelijk remmen. Maar wel het geluk hebben dat we door rood mogen rijden. En dus uiteindelijk toch wel wat sneller in het ziekenhuis zullen aankomen dan dat we zonder spoed rijden. Bovenop de toegestaande snelheid van, laat zeggen, 50 km per uur mag ik dus 40 km per uur harder dan is toegestaan. Houden dus in dat ik in principe op een 50 weg 90 mag rijden. Op de snelweg waar het tegenwoordig 100 is, maar 140. Dat was dus eerst 170, besef dat even. Dus dat is wel echt een, vooral voor de hulpdiensten, een gemis. Vraag me af hoe erg ze zich eraan houden. Of ze daadwerkelijk 140 rijden of toch wel een beetje harder. Maar dat is een verschil van 30 km per uur. En als je een stukje moet rijden, dan is dat een groot verschil. Linksvrij en rechtsvrij. En ben aangekomen bij het ziekenhuis. Aankom ziekenhuis. Blauw gaat uit. Laat de mevrouw even oversteken. Ja. En we parkeren hem hier netjes. Nou, zo erg. Nou. Ja, ik wil net zeggen, kunnen we gewoon even cool zijn houden. Ik blijf in het gevet. Ja, bro, ik reis. Ambulance 61 respond to a for an overdose. Dat in de zee. At Catfish View. Pacific Ocean. Wat is dat? You are in code R red. Kut. Oh, kom maar. Oh, dat is ver. Oh, waar is die map? Ach, waar komen we allemaal uit, je? Nou, oké. Blijkbaar zijn daar geen ambulances in die regio beschikbaar. Dus we gaan nu die kant op. We hebben een kwartier de tijd en dat moet wel lukken. Ik hou van de lucht, hoor. Ik denk dat het ook wel zeker een goede oplossing is op de ambulances in Nederland. Aan de andere kant misschien ook niet. Omdat, ja, weet je, ik weet het dat ambulances dat tegenwoordig hebben. Ik weet ook wel een beetje welke regio's het wel en niet hebben. Jullie weten het hopelijk door mij ook wel een beetje, of door iemand anders en niet door mij per se alleen door mij, maar alleen ik kan me voorstellen dat mensen ook het niet weten, heel veel mensen het niet weten, die koppelen de luchthoren natuurlijk aan brandweer, snap ik ook, met het gevaar tussen aanhalingstekens misschien dat je dus denkt tot er ook nog ergens een brandweerauto komt en dan raak je helemaal in paniek. Dan denk je, shit, achter mij een ambulance, ik hoor ook nog een brandweersirene, waar komt die vandaan? Links, rechts, voor me, achter me, kijk, ik zie hem allemaal niet.
En ik snap dat dat nog wel eens verwarrend kan zijn. Daarvoor is wel de app Flitsmeister ideaal. Niet alleen om onder bekeuringen uit te komen. In dat opzicht van een vaste flitspaal of een mobiele flitser. Maar die app die waarschuwt echt al heel ruim van tevoren. Pas op, er komt een ambulance aan. Mooi voorbeeld, ik stap in mijn auto. Ik zet Flitsmeister eigenlijk automatisch aan. Ik rij 2 meter en ik krijg een melding. Pas op, een ambulance. Nou, ik rij de straat uit, ik kijk naar links, ik kijk naar rechts. Niks. Maar die app die blijft aangeven, pas op, een ambulance. Op 100 meter, 50 meter, 40 meter, 30 meter, 20 meter, 0 meter. Nou, vanaf die 50 meter zul je hem toch zeker wel moeten horen of zien. Bij mij was het iets verder, laat zeggen 500 meter, 400 meter, 300 meter. Maar ik wist wel, oké, of ik hem achter me of ik hem voor me. Uiteindelijk kwam hij voor me, dus toen kon ik echt al, want er was een wegversmalling, kon ik al ruim 2 minuten, nou dat is heel overdreven, maar een minuut van tevoren al verwachten tot hij er kwam. Toen kwam hij door, ja, ik stond klaar, verkeer achter mij kon mij niet inhalen en uiteindelijk kon die ambulance zonder problemen doorrijden door die wegversmalling. Ideaal. Dus Flitsmeister niet alleen voor de snelheidsduivels onder ons. Maar ook zeker voor ambulances. Werk niet met brandweerauto's en politieauto's. Behalve als er een flitser politieauto staat. Maar dus niet als ze zwaarlicht en sirene aan hebben. Die vrachtwagens die gaan niet voor me aan de kant. Heel irritant. Trouwens, ik weet niet zeker hoor, maar er kunnen regio's zijn waar inmiddels de brandweer wel op Flitsmeister zit. Maar dat weet ik echt niet zeker. We komen langzaam bij onze bestemming. 9 kilometer in GTA is toch ook wel redelijk lang. Maar ruim binnen het kwartier. Zo, dat is een fel zonnetje. In het echt zijn ze trouwens niet heel erg te spreken over de crafters. Zowel regio Friesland als Rotterdam weet ik. Of ja, voordat ik nu voor heel regio Friesland en Rotterdam gaan spreken. Ik heb toevallig in Rotterdam een chauffeur gesproken. Zelf. En die vond het verschrikkelijk. Hij rijdt geloof ik wel fijn, maar hij kan niet doortrappen. Hij is niet snel. En in Friesland ken ik iemand die daar werkt. En ik geloof dat ze hem daar ook niet fijn vonden. Ja, daar ligt hij. Zo, ter plaatse. Dat heeft even... Zo. Zieke spiegels. Ook voor detail. Hij is gewoon super mooi. Ik vergeet zeker nog wat details te benoemen. Maar kijk hem hier staan, ja. Met dat zonneke. Nou, prachtig. Zeker een screenshotje waard zo meteen. We hebben er lang over gedaan, dus hopelijk is die persoon nog niet dood. Nog niemand is gestart met te reanimeren, dat is altijd goed. Er komt altijd iemand afgelopen, die zegt alleen niet veel. Goeiedag, schotel meneer, hallo, dankjewel. Juju. Hallo meneer, en hier ligt hij. Zullen we hem eerst eens wat uit het water halen? Want hij ligt in het water. Dat kan ik niet doen, anders had ik hem voor eigen veiligheid en voor de veiligheid van de patiënt. Laten we daar anders eerst mee... Oh god. Ja, nu is hij aan verzuipen, dames en heren. Ik hoop dat jullie dat met jullie medische blik en Wim ook trouwens kunnen zien. Oké, die is hartstikke dood. Heel dood. Super dood. En onderkoeld. Temperatuur van 0. Ja, lekker man. Dat is koud, hè. Die ligt hier over 20.000 dagen. Maar dan ben je nog geen... Ben je dan... Zou je dan... Nee, ja. Nee, dan ben je niet 0 graden. Ben je gek. CPR. Yes. Oh, dat ging heel snel. En ineens een perfect temperatuurtje, een perfecte hartslag, een perfecte saturatie, een perfecte bloeddruk. Ja, keurig. Let's go.
En error. Dat is niet zo mooi, hè, meneer. Maar dat maakt allemaal niet uit. Misschien wel je de brandweer moeten vragen voor een tilassistentie, maar wij doen het. Maar bijna aan het reden meer, hij leeft toch? Waarom reden nu? Gaat hij nou voor altijd verder? Hij gaat waarschijnlijk voor altijd verder. Omdat die error is. Misschien dit doen. Nee, dat heeft zeker geen zin. Nou, wat kan ik nog doen? Nee, nee. Oké, okay. Goed, ik zie jullie zo meteen weer. Daar ben ik alweer. De mod is gecrashed. Maar... Hellingproefje wel. Voor de goede orde gaan we toch maar even met de slachtoffer van het ziekenhuis. Ook al staat hij daar beneden. Maar de route verschijnt wel, dus we kunnen wel even naar het ziekenhuis rijden. Dan hebben we toch de melding mooi afgerond. Vind ik zelf. Ook deze melding gaan we A1 transport doen. Met spoed dus. Omdat we iemand hebben gereanimeerd die langere tijd waarschijnlijk in het water heeft gelegen. En toen wij aankwamen zelfs ook volledig onder water lag. En ook nog een overdosis had genomen. Dat was de oorspronkelijke melding. Ondertussen is het 6:30 s'avonds. Ik ben alleen thuis. Ik heb... Dat was een grote beest. Ja, daar rent hij. Ik heb gesport vanmiddag, ik heb al ruim gegeten na het sporten, maar ik moet nu natuurlijk ook eten. En wat is beter als je hebt gesport om dan weer een hele vettige pizza naar binnen te werken. Dus ik ga zo meteen even bestellen bij een zaak. Begin met een D, eindig op Omino's. Maar sponsor me, beste zaak die ik net shout-out gaf, gratis. AIB, dankjewel. Dat ga ik dadelijk even doen en dan ga ik die lekker opsmikkelen. En ondertussen ga ik één video laten renderen. Video die jullie al hebben gezien. Ik hoor een ambu. Nee, dat is geen ambu. Wel een achtervolging. Even gas bijgeven, want ik wil niet betrokken worden bij de achtervolging. En daarmee bedoel ik dat ze tegen mij aanrijden. We gaan naar Sandy Shores Medical Center. Oftewel een klein ziekenhuisje ergens in Friesland, die zal er gegarandeerd zijn. Moest wel aan de voorzijde zijn. Of niet? Nee, niet. Get down! Jesus Christ! Fuck her, boys. Nou, wij gaan... ik denk dat wij er vandoor gaan. Uiteraard weg bij deze... bij dit ziekenhuis, maar ook gewoon kappen met de video. Want het ambulance 61 respond to a for unconscious person. Is weer helemaal in de stad. At Palomino Ave, Vespucci Beach. Binnenkort zal ik een keer opnemen met red. Ambu. En laat even weten in de comments welke ambu. Ik vind deze wel echt heel vet. We kunnen ook een andere skin pakken, hè, weet je. Die hebben we zo, zo gepakt. Geen probleem allemaal. Zoals jullie zien. Dus let me know. En voor nu, ja, twee meldingen gedaan. Maar het waren wat lang, of één melding was wat langer. Dus daar ben ik langer mee bezig. Ik heb ook geen zin om de mod opnieuw op te starten en ik ga lekker eten. Dus bedankt voor het kijken, laat een blauw duimpje achter, dat zou ik heel leuk vinden. En een reactie natuurlijk en tot de volgende video. Doei!